Westworp Gamers, ik ben Meindert. En ik ben Douwe. En vandaag gaan we... Ja, dat is Jurgen. We zijn hier met z'n drieën vandaag, Douwe niet doen. En we gaan zo dadelijk de eerste eigenlijk aanval doen in mijn eigen land. Want ik wil natuurlijk de macht overnemen in mijn land. Jongens, hou even op. Dus we gaan... Ja, als je allebei ophoudt gewoon. Ik heb hier mijn martelstok. Want ik heb op een map gevonden en daarop stond dat er een dorpje was. Een handelsdorp. En dat bleek de grootste handelsstad te zijn geweest of zo. Ik weet er verder niks over, maar het schijnt handig te zijn, want ik kan daar handelen en zo. Dus we gaan even de poort uit. Kijk uit. Dus ik skip even dit en dan zie ik jullie zo dadelijk terug bij de aanval. Bij de aanval op het dorp. Yo mensen, we zijn weer terug. We zijn vlakbij het dorp. We zijn al best wel eind gelopen. Ik heb even mijn boog alvast klaar. Want het wordt denk ik een beetje een vuurgevecht tussen de twee... ik weet niet hoeveel inwoners er zijn. Dus misschien kan er een heel leger klaarstaan. Misschien wel heel weinig. Oh, ik zie mensen. Jongens! Waar zijn jullie? Oh, daar. Begin met schieten alvast. Ik moet nog even mijn kop voor. Ja, ik zie zo schieten. Oh, volle treffer. Oké. Maak ze niet dood, hè? Onthoud dat. Ik spreng ze met mijn stok. Ja, ik zie basics of zo. Oké, jongens, stop met schieten. We zijn binnen. Ik pak vast even mijn martelstok. Geef jullie over. What the fuck, via tag. Waar is die andere gozer? Oh, daar, in de markt. Kom eruit. Hij vlucht. Spanken. Hou ze hier. Wacht even, ik zet even mijn... Ik lag heel erg. Oké, ik lag niet meer. Geef je over. Niet wegrennen. Stoppen. Waar? Zet die... ga bij die Luffy attack staan. Jij. Hallo. Ga naar de Luffy attack, nu. Doorlopen. Net, jongen. Oh, waar is die Luffy? Zwakkelingen. Zo, dus vertel op. Wie ben jij? Ik ben de handelaar van het dorp. En hoe heet dit dorp? Dit heet C-Tech. C-Tech? C-Tech. Dus dit dorp heet C-Tech? Ja. Nou, dan is C-Tech vanaf nu onderdeel van mijn land. Want ik neem het vanaf nu over. Gezellig. Voor land. En wij nemen jou, wij gaan belastingen hier in en ik denk dat we nog even iets... Ja, dat ligt nogal gevoelig, want vorige keer zijn wij een klein beetje aangevallen. Al onze farmen zijn verwoest, mijnen zijn ingestort, alles. En door wie? Andere kingdom, ik kon niet echt goed zien. Alleen alles was een beetje kapot. Dus dat gaat hem niet worden. Alsnog, maar we gaan alsnog belasting in en ik wil nu alvast wat belasting. Heb jij iets waardevols te geven aan ons? Ik heb... Nou, maar hoor met de sneeuwballen. Ik heb alleen een geheime kaart. Geheime kaart? Geef maar hier. Wat emeralds, sneeuwballen. Pak je kaart hier. Ik heb een pumpkin. Wat gold. Pumpkin? Oh, hey, oh, die Luffy attack is er ook. Doe je zwaard weg. Hallo, Luffy. Hou hem onder schot met jullie boog. Hou hem onder schot met jullie boog. Wij zijn de enige overlevende hier, op zich. Niet schieten, alleen richten. Oké. Jullie zijn nu onderdeel van het land Mignos. En ik ben jullie vanaf nu jullie koning. Oh, what the fuck, hij is een goblin. Ja. Goblin? Leef hier, dat is een van mijn mijners. Dat is de enige die nog uit de mijnen wel eens ontsnapt, zeg maar. Oké, maar heb jij meer nog te geven wat alleen een kaart, met een geheime kaart, dat is niet echt... Jongens, aan de kant, geef even... Emerald. Alsjeblieft. Hey, hoe kan ons op, man? Oké, ik ga nu even die... geef even een momentje, ik ga even kijken wat op de kaart staat. Wacht even. Hoe heet de kaart? Even kijken. Ik lees me. Locatie van de... Hebben we een bibliotheek? Bibliotheek? Heel lang geleden, ik weet niet of die nog bestaat. Waarschijnlijk ingestort. What the fuck? Het is een kaart, ik zie een meer en ik zie sneeuw. Dit is sneeuwlandschap en ik zie... Ik weet waar die is. Wacht even. Midden in het meer zit gewoon een soort van ster. Zit daar de bibliotheek? Ik weet waar die is. Moet ik je erheen leiden?
Ja, graag.